Nu doen. Janos, een hele goede avond. Mensen, een hele goede avond. Het verzoek allereerst om de microfoon om daarvan af te blijven, zodat dat niet stoort en we niet privégesprekken uh, horen. Dat mag. Uh, maar we gaan het vanavond hebben, uh, Janos, over uh, innerlijke wijsheid. Ik hoor jou nog niet, dus ik moet even kijken. Licht aan mij, je hoort oh, me nu wel. Ja, ja, ja. ja ik had vergeten. Ik, uh, ik, ik ben zo volgzaam. Je zei microfoon uit en dat deed ik helemaal niet. <laughs> Hé, hey, maar ik heb er helemaal zin in. We gaan uh, een feestje bouwen vanavond samen. En ja. uh, misschien even kort uitleggen voor degene die als alleen ons in beeld willen hebben, kun je bovenin op weergeven klikken. En dan kiezen voor uh, spreker. Dan zie je alleen Milan of mij. En als je iedereen in beeld wil zien, dan zet je hem op gallery. Ja. En uh, links onder zit je microfoon. Of je die op mute wil houden. Anders wordt het uh, vogels, hondjes, alles door elkaar heen. Yes, Catharina ook. Het gelieve om het niet te doen. Kitty, ik zet je nu uit. Zodat alleen Janos en ik de microfoon hebben aanstaan. Uh, nou, ik hou ook het dempen even in de gaten hier nog, zodat de mensen dat, dat doen. Ja, Janos, waar zullen we starten? Want, ja, hè, wat, wel, worden... wat misschien leuk is om even te starten om uit te leggen wat we nou precies doen samen. Ja. Want dat weet denk ik nog niet iedereen. En uh, kijk, vorig jaar kwam ik je tegen. En ik ben natuurlijk al jaren bezig met de kwantumfrequenties, kwantumenergie. En toen uh, viel me eens mijn ogen op een Milan uit het zuiden, die zich bezighoudt met quantum jumps en quantum hypnose. Dan denk ik, wat is dat? Dat intrigeert me. Mm -hmm. En zo kwamen we op elkaars pad. En in december mochten we voor het eerst ook bij toeval uh, samen een retraite uh, invullen mm -hmm. in Zuid-Frankrijk. En uh, ja, ik was flabberd. Ik had echt zoiets, dit is, uh... het zijn twee technieken die elkaar zo aanvullen. Dat voelde zo fijn en zo sterk. dat. Uh, zo zijn we eigenlijk de kwantumactivatie jumps begonnen samen. Ja, en ik uh, werkte samen met. Uh, met Roy. en in zijn trainingen. had hij het de hele tijd over. een meneer Janos. <laughs> en ik denk, wie is die meneer toch? En die had die activaties. en ik zag wat er bij de mensen gebeurde. En. Ja, wat mij. mijn hele leven al intrigeert. is de werking van het onderbewustzijn. En. Mm -hmm. Wat de meeste mensen uh, denken over het onderbewustzijn, ah, dat is een harde schijf, conditionering, programmering, en dat klopt ook allemaal. Maar als je wat meer naar de mystieke kant van het onderbewustzijn zou gaan, dan ga je merken dat het veel meer is. En het gaat ook over een groot gedeelte, en dat is ook wat mijn, mijn missie of mijn soul purpose in het leven is, waar ik zelf een route heb mogen bewandelen in het begin, waar dat absoluut niet het geval was. En dat is wat de mensen noemen my tree, oftewel hoe sluit je de onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf? En toen ik een klein jochie was, heb ik een overtuiging aangenomen dat ik niet goed genoeg was. Ik ben het niet waard. En het zijn allemaal overtuigingen die ik meenam. En wat ik toen absoluut niet wist, is dat dat mijn werkelijkheid gaat creëren. En op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht: ja, hier moet wel een verandering in gaan komen. En het helpt niet meer om de buitenwereld de schuld te gaan geven. Er zal iets in mijzelf moeten veranderen, want de triggers in de buitenwereld blijven toch wel op me afkomen, maar dat is de manier waarop ik daarmee omging. Dus ik ging meer leren over het brein, ging meer leren over het onderbewustzijn, maar wat ik ook merkte, is dat ik eigenlijk al mijn lichaamssignalen, mijn innerlijke wijsheid had afgesloten en alles trachtte te doen met mijn rationele mind. Dus ik probeerde alles te begrijpen, ik probeerde alles. Op te lossen. En als ik het maar wist, betekenis aan kon geven, dan zou het wel weg hebben. Maar in die onderwerp ja. van dat onderbewustzijn, waar die emoties <laughs> ook zitten, ja, dat kwam de hele tijd terug. Dus ik heb mogen leren dat het de weg naar binnen is. En als jij op een liefdevolle manier in verbinding gaat met je onderbewustzijn. en in verbinding gaat dus met jezelf, ga je op een totaal andere manier met de wereld uh, om. Nou, dat is wat jij ook doet met jouw activaties. Ik babbel heel veel, zeggen de mensen altijd. Eh, maar jij hebt prachtige eh, frequenties die. En Vroeger dacht ik altijd: van goh, jij installeert iets in het onderbewustzijn, maar dat doe je helemaal niet. Hè? Nee, nee. Nee. nee, we activeren iets. Ik, ik zal het even kort uitleggen in een autodop. Uh, hier kunnen we al een hele avond over vullen, ja. omdat geometrie en kwantumenergie, dat is, dat is mijn hobby, mijn passie. En daar kun je weken voor vullen. De oude mysteriescholen van Egypte deden er 24 jaar over. Mm -hmm. Maar het, het, het wij zijn vanuit elke cel tot elk orgaan, tot elk lichaamsdeel, tot het hele universum, zo breed als het uh, spectrum is, bestaat uit geometrie. Dus een natuurlijke ritme. En dan gaan we richting wiskunde, scheikunde natuurkunde. Maar ik ga naar de energetische kant. Als wij geometrie zijn en wij hebben aangeleerde patronen of trauma's of iets anders, dan beïnvloeden we die structuren. Dus om een heel kort in de bocht te zetten, zo kunnen we onszelf ziek maken, maar zo kunnen we onszelf ook helen, als we weer in, dat, in die frequentie komen. En dat heeft alles met het onderbewustzijn te maken, zoals je al zei. En als we gaan communiceren rechtstreeks met onderbewustzijn, dan komt daar natuurlijk de, de, de programma's en de saboteur en die leidt ons om, die leidt ons bij de kern weg. Want ook al willen we verandering, soms zijn dingen zo stevig aangeleerd dat uh, we daar omheen gaan. Hè, dan krijgen we de blinde vlek. Nou, wat geometrie doet, dat is een spiegel van je ziel, spiegel van je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn herkent die taal. Uh, soms als mensen drugs gebruiken, zien ze ook die vormen in die kleuren. Dus dat zit in je onderbewustzijn. En daarmee kunnen we dus dingen herstellen op een snelle manier als we weer in die frequentie komen. Maar de geometrie waar ik mee werk is niet 100% geometrie. Anders zou het mandala zijn. Mm -hmm. En hier zit nou exact de truc. Want hoe werkt dat onderbewustzijn? Dat weet je ook, Milan. Dat is altijd aan het compenseren. Mm -hmm. Ik zeg wel eens, stel dat iemand heel down is... dan willen we compensatie zoeken in drank of in iets anders. We hebben vluchtgedrag. Dus dat komt omdat het onderbewustzijn gaat compenseren. Nou, daar spelen we met activaties op in. Doordat ze 9% afwijken, dus niet 100% geometrisch zijn... maar je brein die gaat compenseren en die gaat het rechtzetten in je onderbewustzijn. En op die manier komt de energie in beweging. Daarom noemen we het ook activaties. Ja. Daarnaast werken we natuurlijk met frequenties, bioresonantiefrequenties, die zitten verwerkt in de muziek, zodat we ook op celgeheugen gaan werken. Want misschien herkennen mensen dat wel, dan heb je iets uitgewerkt of iets geheeld, maar je gedrag blijft nog even hetzelfde. En het gevaar daarvan is, is dat je het weer in je onderbewustzijn terug gaat zetten waar het was. En dan kom je in die visuele cirkel waar Milan het over had. Dan gaat het hoofd werken, ik wil het begrijpen en dan gaan dingen zich herhalen. Ik heb het vaak gehad in mijn leven dat ik denk, nou, ik was hier toch al een keer, dat heb ik toch al meegemaakt, nu overkomt het me weer. Mm -hmm. nou, dat, dat is dat celgeheugen wat uh, daarmee in verbinding staat. En dat doen we met activaties ook: uh, beïnvloeden, eigenlijk uh, resetten. We plaatsen niks, we, we gooien niks naar binnen, we houden je alleen een spiegel voor via je onderbewustzijn. Ja. Nou ja, en wat ik, volgens mij het mooie van ons is, wij zijn uh, in ieder geval, wij houden van het leven en we houden van zingeving. Maar mm -hmm. we zijn ook heel pragmatisch. Hè? We kunnen er uren over ja. praten. Maar het gaat uiteindelijk. <laughs> activatie zegt ook dat we daadwerkelijk iets activeren en die zin in beweging zitten. Waar de persoon altijd het recht en de 100% keuze heeft wat hij met die activatie gaat uh, doen. Of hij hem toelaat, of die hem afwijst En onze dingen die we doen zijn zeer krachtig, vind ik. Het is een wondermiddel alleen maar wanneer iemand daadwerkelijk commitment toont om daarmee te gaan werken. Uiteindelijk moet de persoon het altijd nog zelf gaan doen, ja. ownership creëren. Daarom. Ik zeg ook altijd: ik heb helaas geen toverstofje. Uh, dus, um, maar die heeft iedereen zelf wel en die kunnen we aanzetten bij je. Dus we hebben allemaal een vrije wil, vandaar dat we ook uh, niks kunnen en niks mogen plaatsen. Maar we kunnen het wel in werking zetten. Alleen het gaat om de intentie, zoals je zegt Milan, de intentie van de persoon, wat hij daarmee wil. wil. Hmm. Ja. Nou ja. En vandaag hebben we gekozen om uh, wederom iets te gaan doen, juist om uh, met de mensen aan de slag te gaan, zodat ze deze mooie, krachtige techniek kunnen gaan uh, ervaren. Uh, en we gaan het hebben over innerlijke wijsheid. Ja, en innerlijke wijsheid, voor mij, voor mij zijn er meerdere intelligentievormen in het uh, universum. De eerste is het meest aardse, dat is je onderbewustzijn. Dat is voor mij het morele wezen dat alles in je lichaam aanstuurt en verbinding heeft vanuit de derde dimensie met de vierde en de vijfde dimensie, waarbij in de vierde dimensie de ziel zit als een vorm van intelligentie. In de vijfde dimensie, je hogere zelf van al je kwantum zelf. En voor de mensen die niet weten wat dat is en wat we dadelijk gaan doen, we gaan een kwantumactivatie uh, doen. Dus Janus gaat eerst de activatie aanzetten en daarna ga ik een quantum jump doen. En dat betekent dat jij naar een parallelle tijdslijn gaat in het kwantumveld. Het kwantumveld is het veld en de container van alle wijsheid, kennis en informatie alles bestaat in dat veld. En wat je kunt doen is op die waarschijnlijke tijdslijn kun jij gaan resoneren en kijk als jij die keuzes maakt hoe jouw kwantum zelf en dat is de beste versie van jezelf die leeft in de frequenties die datgene creëert waar zijn hart naar verlangt. Om te kijken van goh, wat gebeurt daar? Om te observeren, om te kunnen leren. Maar tegelijkertijd, wat Janus ook zei, de frequenties te kunnen downloaden rechtstreeks vanuit de kwantum zelf en vanuit het veld. Om dat zeg maar weer mee te nemen en te integreren in je aardse lichaam. Zodat op celniveau de frequenties verhoogd gaan worden. Ja, misschien, ik ben het helemaal met je eens, Milan. Ja. Misschien moeten we even uitleggen dat energie. trekt energie aan. En dat uh, alles wat je verlangt er al is. Dus alles bestaat al, alleen zit niet in je parallel of in je realiteit. En die kun je dus je leven binnenhalen. Dat is eigenlijk uh, de clue. Alles is energie, alles is trilling, alles is frequentie. Waar we vaak een misstap in maken, is dat mensen vaak heel erg in de vorm gaan denken. En dan werkt het niet. Energie trekt de energie aan en vorm is een uitkomst. Dus als we straks de activatie doen, is het belangrijk dat je, je hoeft eigenlijk niks voor oh, te oh, kunnen. Oh, 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 oh. Ja. Maar je compleet over te geven, je te, daarmee te verbinden. dan staan al je kanalen open. En dan gaat Milan de jump doen. Een soort quantum hypnose. We kunnen misschien wel even voor degenen die nieuw zijn, even precies uitleggen hoe het werkt. Ja. En dan uh, lijkt mij dat we straks gewoon lekker gaan starten en beleven. Ja. Nou ja, en een van de redenen waarom quantum jumpen ook werkt, omdat we gebruik maken van de kwantumwetten. En kwantummechanica maakt gebruik van de, de wetenschap die de allerkleinste deeltjes in het universum meet. En een van de wetten is kwantumverstrengeling. En kort, in 1995, hebben we, uh, Russische wetenschappers hebben een experiment gedaan, waarin ze een. Foton uh, gesplitst hebben. foton is het lichte element, die hebben ze gesplitst en die hebben ze allebei 7 kilometer de andere kant opgeschoten in een buis. Dus ze zaten 14 uh, mijl was het trouwens, 14 mijl uit elkaar. Wat gebeurde er dan nu, en dit, uh, dit snapten de wetenschappers niet, als ze de foton aan de ene kant, nou, noem het even heel makkelijk, kitelde en die foton begon in beweging te raken... direct op hetzelfde moment... 14 km verder... deed die andere foton exact hetzelfde. Oftewel, de foton wordt rood... exact op hetzelfde moment... wordt het aan de andere kant ook rood. En in het kwantumveld bestaat tijd en ruimte niet... en gebeurt alles tegelijkertijd in het moment. Dus... Alle beste versies van jouzelf, die bestaan al. Alleen leven ze op een wat we noemen parallele tijdslijn. En heel kort, wat is een tijdslijn? Een tijdslijn is de verbinding van al jouw ervaring in het verleden, gekoppeld aan je nu en al je verwachtingen aan de toekomst, waarbij verledenheden en toekomst dus met elkaar verbonden zijn. En al die ervaringen maken jouw leven. Alle keuzes die je in die ervaringen gemaakt hebt, maakt dat je bijvoorbeeld linksaf of rechtsaf gaat in het leven. Stel je voor, jij wilt een uh, nieuw huis kopen, maar je wilt ver verhuizen naar het buitenland. Is best een impactvolle keuze voor mensen. Als je blijft wonen, heb je een tijdslijn die een richting op gaat. Maak je de keuze om naar het buitenland te gaan, creëer je een andere tijdslijn, een andere richting, met een andere toekomst daarbij. En al die toekomsten en die mogelijkheden bestaan al. En we gaan straks uh, door een transproces heen, waar we door portalen heen gaan, van de derde, de vierde naar de vijfde dimensie. En daar gaan we op die parallelle tijdslijn niks anders doen dan onderzoeken, observeren, kijken, nieuwsgierig zijn. En uh, ja, ik zou zeggen, je bewustzijn vergroten. Ja, en wat ik zou willen toevoegen is dat. Uh, de frequentie waar jij op afstemt, dus het gaat niet om de gedachten. Ik zeg wel eens: gedachten zijn deels energieloos. Het gaat om dat je het belichaamt. Als ik iets wil manifesteren, wat er al is, hè, ik stem mij af op een frequentie op een andere tijdslijn waar ik mijn leven wil binnenhalen. dan moet ik die frequentie, zeg ik wel eens, ademen. Dan moet ik die frequentie echt volledig toelaten. En dat is niet een gedachte. Een gedachte heeft geen kracht in frequenties, maar het hart, het zijn, de staat van zijn, dat je het belichaamt, dan gaat het bewegen. En daarom is onze combinatie ook zo mooi, omdat als je dat moeilijk vindt om iets te belichamen of daar al in te gaan staan, dat activatie zet jouw hele frequentiesysteem, je energiesysteem in die bepaalde frequentie. Dus dat helpt je al om daarna veel sterker en sneller <laughs> door die portalen te gaan. Uh, ik wil nog één ding meegeven, Janus, voordat we daar ook mee starten. Want, want sommige mensen uh, verwachten soms dat ze in een bepaalde meditatie gaan. Maar quantum activatie jumping is geen meditatie. Het kan er in die zin druk aan toegaan. Het kan er heftig aan toegaan. Maar dat heeft allemaal te maken... omdat we lagen in je onderbewustzijn activeren. Ik zal straks ook wat meer vertellen, wat sneller vertellen. Dat hoef je allemaal niet bewust mee te krijgen. Ik spreek rechtstreeks tot een ander deel van jou... en dat is het onderbewustzijn. Dus... Uh, het gaat ook niet over ontspanning. Je zult merken dat heel veel mensen in de ontspanning gaan, maar dat is niet waar we naar op zoek gaan. Waar we naar op zoek gaan is juist om gewoon meegenomen te worden in deze reis, zodat je onderbewustzijn geactiveerd wordt. Ja, dus wil niet alles opslaan wat Milan straks zegt. Laat het nee. gewoon over je heen komen. Ik ga zo de activatie starten, daarna neemt Milan het over. Uh, ik ga eerst even kort uitleggen hoe we ons voorbereiden op een activatie, wat er kan gebeuren. Uh, als we straks de activatie starten, ga ik scherm delen En uh, dan wordt geometrie en lagen langzaam opgebouwd. En dan focus je op het midden van het scherm. Er komen eerst twee geometrische patronen naast elkaar. Maar als je ertussenin focust, je gaat echt staren. Dan gaan we eigenlijk daardoor, het wordt later één, je rechter- en linker hersenhelft met elkaar laten synchroniseren. Als die gesynchroniseerd zijn, dan gaat die pijnappelklier aan. En dan ga je nog veel dieper in de jump daarna, als die pijnappelklier goed actief is. Ja. Het is mogelijk dat je temperatuurverschillen gaat voelen. Het is mogelijk, sommige mensen hebben een band om hun hoofd, voelen ze. Soms krijgen mensen het heel koud of heel warm, of sensaties in het lichaam. Het is puur energie wat in beweging komt. Laat alles gewoon gebeuren wat er mag gebeuren. Dat kan niet fout gaan. Ja. Jouw onderbewustzijn weet precies wat jij kunt handelen. Nou, als we straks starten, doen we drie keer even een diepe ademhaling als je gaat focussen. Dus adem diep in via je neus en ontspannen blaas je uit via je mond. En je staart naar je scherm. Na ongeveer vijf minuten wordt je beeld helemaal zwart. Dan zie je geen geometrie meer. Op dat moment doe je weer drie keer een diepe ademhaling... En sluit je je ogen en blijf je met je ogen gesloten, ook als Milan begint te praten na de activatie. Dus als het moment dat het beeld zwart wordt, sluit je ogen en blijf je met je ogen gesloten tot na de jump: dat Milan echt duidelijk zegt: we gaan weer de ogen openen die afgeteld heeft. En ik ga echt verzoeken aan de mensen om van de microfoon af te blijven. Er zijn mensen die de hele tijd op de microfoon klikken. En dat zou zonde zijn voor de jump dadelijk. Dus het verzoek om daar niet aan te komen. Ik zal dadelijk ook uh, dit scherm uh, voor mij neerzetten. Dit is een geluidswall, uh, Dat is voor de verbetering van de kwaliteit van het geluid. Dus uh, dan weet je dat ik. Ik denk dat we zover zijn. Dan ga ik het yes. scherm uh, delen. Ik ga mijn camera uitzetten en mijn microfoon uit. En dan deel ik het scherm. Als het startscherm erop staat, wacht ik tien seconden. Zodat je even kunt lekker gaan zitten. Geen armen, geen benen over elkaar. En lekker ontspannen. En dan uh, gaan we de activatie starten. En daarna het jump. Tot zo. En geniet, vooral genieten. Thank you Je uit om de focus te leggen op je ademhaling en rustig in en uit te ademen. Je hoeft voor mij je ademhaling helemaal niet te veranderen, om steeds meer rustig en rustig naar binnen te gaan, helemaal relaxed, helemaal ontspannen, steeds dieper en dieper in jezelf. Voor zometeen mag je alles helemaal laten gaan. Je mag mijn stem als een galm over je heen laten komen. Tegelijkertijd mag je steeds verder afdriften in jezelf. Ik zal dadelijk aftellen van 10 naar 0. Elke keer als ik aftel, mag je dieper en dieper naar binnen gaan, alsof je naar de diepste laag van je eigen bestaan gaat. Het eerste wat je nu mag doen is ervaren dat je veel meer bent dan een mens. Je bent een goddelijke essentie en een lichtstraal als onderdeel van de bron van al het bestaan. Jij bestaat uit precies dezelfde ingrediënten als de kosmische structuur. Elke keer als je in en uit ademt. Mag je ervaren dat je deze goddelijke energie inademt, zodat het rechtstreeks naar alle delen van je lichaam gaat. Vul je hele lichaam maar eens bij de volgende inademing. Alsof elke cel actief wordt met de goddelijke essentie die jij diep, diep van binnen bent. En tien. Ontspan. Laat je kaaklijn los. En 9. Ontspan je voorhoofd. En laat die ontspanning over je lichaam glijden vanuit je kruin naar je nek en je schouders. Over je ruggengraad en je flanken heen. Waardoor je hele lichaam loom en zwaar wordt. Alsof je wilt gaan slapen. Voor nu. Mag je die slaap gewoon toelaten en elke spanning loslaten. Laat het gewoon gaan, waardoor je ademhaling meer en meer vertraagt. En acht, verdubbel die ontspanning. En hoe meer je ontspant, hoe dieper je mag afzakken. En hoe dieper je afzakt, hoe meer je ontspant. Dieper en dieper. Ontspannen. En zeven, als een dwarrelend blaadje, helemaal meegenomen door de wind. Want hoe dieper je gaat, hoe lichter je van binnen wordt en hoe meer je je lichaam begint te vergeten. Omdat jij niet je lichaam bent, maar een astrale vorm van pure energie en essentie, die dadelijk bij zes nog meer, nog verder mag afzakken. Dieper, ontspannen. Helemaal relaxed. Alles laten gaan. Het is helemaal veilig om het nu te doen. En vijf halverwege. Als het goed is, is je lichaam al loom, rustig en ontspannen. En gaan we ook je mind ontspannen. Ik tel dadelijk door van vijf naar nul. Bij nul zul je merken. Dat je omarmd wordt door een mooi, prachtig wit licht. Nu, hier is het geheim. Je hoeft het niet daadwerkelijk te zien. Je mag het je ook voorstellen en je fantasie gebruiken. Want hoe meer jij van binnenuit creëert, hoef je het wit niet te zien. Maar als je voorstelt dat er wit is, zul je vanzelf merken dat het om en in je lichaam gaat zetten. En terwijl je lichaam steeds verder afdrift in de diepe vorm van trans, gaat slapen. Gaan we ook je mind ontspannen? Stel je voor dat je een diepzeeduiker bent in een oneindige oceaan. Het is veilig. En bij vijf, nu, ga je de diepte in. Je gaat voorbij de stroming van de oceaan, de gedachten. Dieper dan dat, al je gedachten drijven nu uit je bewustzijn, waardoor je mind leger en leger wordt. En hoe leger het wordt, hoe vrediger jij je voelt. En hoe vrediger jij je voelt, hoe rustiger het wordt. En vier, je mind helemaal relax en kalm. En drie, afdalen naar het centrum van je eigen geest. Waar elke vorm van creatie gecreëerd wordt, vanuit niets ontstaat daar iets. En twee, nog dieper, in je eigen geest. Nu begin je langzaamheid, helderheid van je bewustzijn te ervaren. Dat jij een astrale vorm, één, zo meteen langzaam je lichaam verlaat. En nul. In de diepste staat nu vormt het witte licht zich helemaal om je heen. Voel dat je gedragen wordt, dat je geborgen bent, alsof je in volledige overgave kunt zijn, zweven door het universum, gedragen door deze prachtige, mooie, witte energie die nu via je poriën binnenkomt. Merk maar dat het je cellen binnengaat. En uiteindelijk stel je maar eens één cel voor en dat daar dat mooie, prachtige witte licht nu naar binnen gaat. Weet dat dit witte licht verbonden is met de bron van al het bestaan en nu jouw frequenties verhoogt, waardoor de cel sneller en sneller begint te vibreren en alle cellen sneller beginnen te vibreren. En ook dit witte licht gaat nu naar de kern van de cel. Waardoor jouw DNA zich volledig ontspant, open staat om opnieuw geherprogrammeerd te worden voor het zelfgenezend vermogen op de allerdiepste lagen. Omdat jij diep van binnen, in verbondenheid met jouw onderbewustzijn, waar ik vanaf nu rechtstreeks tegen communiceer, zal helpen, zodat jij jouw leven mag gaan leven. In connectie met jezelf, in connectie met je goddelijke essentie. Op dat moment zet je de intentie dat vanaf nu je je lichaam verlaat en direct verbonden wilt zijn met de vijfde dimensie, oftewel het veld van alles, de oneindigheid, de eeuwigheid. En terwijl je dat doet, merk je dat er golven. Van liefde zich om je heen verzamelen. En op dat moment dat je dat ervaart, het enige wat ik je vraag om te doen, is om nu af te dalen richting je hart. En open je hart. De makkelijkste manier om je hart te openen, is te denken aan een of meerdere van je dierbaren, waar je een zielsverbinding mee hebt. Weet dat al deze zielgenoten dezelfde liefdesfrequentie met zich meedragen. Daarom ben je ook verbonden. Misschien komt er zelfs één dierbaar omhoog. Als je daar nu mee connect, dat je direct voelt dat vanuit die verbondenheid de warme stroming van liefde door je energetische systeem gaat, waardoor je nog makkelijker nu in de overgave kunt gaan. Voordat we dadelijk de kwantumsprong gaan maken, gaan we eerst de intentie zetten. Je mag je tong tegen het gehemel te aanbrengen en je ogen volledig naar achterrollen zijn die je naar de binnenkant van je eigen kruin kijkt. En zachtjes in jezelf mij herhalen. Ook al weet ik niet hoe ik mijn leven kan leiden in verbinding met de bron van al het bestaan zodat ik daadwerkelijk mijn goddelijke essentie en talent hier op deze mooie, prachtige aarde kan neerzetten. Wat ik wel weet is dat het reeds allemaal bestaat, en ik ook verbonden ben met de bron van het bestaan, en ik ben vervuld. Onder bewustzijn, verwijder, verwijder, verwijder. Nu alle blokkades op mijn chakra's, meridianen, energetische niveaus belemmerende overtuigingen trauma's zodat ik direct weer de verbinding met de goddelijke essentie kan ervaren en onderbewustzijn download 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 rechtstreeks vanuit de bron van het bestaan alle frequenties die mij eraan herinneren dat ik een onderdeel ben van licht en liefde zo is het zo zal het zijn en nog veel mooier dan dat. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. En dan mag je je tong laten rusten, je ogen ontspannen. Nog een keer diep inademen. En als je uitademt, nog verder in het veld van oneindigheid zakken. Vanaf nu ben jij verbonden met het oneindige veld. Op die manier, dat je nu eerst een merkenbaan mag voorstellen. Mocht je niet weten wat een merkenbaan is, het is een dubbele piramide in goud transparant die elkaar overlapt. Ze draaien tegenovergesteld en jij staat precies in het midden. En doordat ze zo draaien, die frictie en die energie die vrijkomt, voel je nu om je heen als een laag van bescherming. Tegelijkertijd, vanuit de punten van de piramides, komt er een lichtstraal van goud nu rechtstreeks schijnen door je kruin. Je kruin gaat open. Sprankelende sterretjes dalen af in je brein. Je ruggengraat, zenuwstelsel, naar alle spieren, vezels en cellen. Tegelijkertijd, activeert het je hart, waardoor je hart nog meer leeft in dankbaarheid, zodat bij de volgende ademteug je alle dankbaarheid inademt. En jouw hele systeem zich vult met deze dankbaarheid, waardoor je nog meer connectie krijgt met de eenheid en de bron. Het is alsof je nu in de overgave mag gaan omdat de bron dadelijk rechtstreeks met jou wil communiceren. Tegelijkertijd zal dadelijk in de merkenbaan, zal er bij de tel van drie een portaal ontstaan. En uit dit portaal komt er een dier. Een dier wat jou gaat helpen op de reis. Ik zal het dier voor je beschrijven. Eén, twee en drie. En merk nu. Dat er een rode draak voor je staat. Vriendelijk en lief kijkt hij je aan met zijn oranje ogen. Je gaat nog dieper in trans. En telepathisch verbindt je zich nu met je derde oog. Je derde oog gaat open. En je voelt de verbindenis met deze rode draak, die vanuit een andere dimensie aanwezig is, om jou te ondersteunen. Terwijl je kijkt in de mooie, prachtige, oranje ogen, zie je de gele pupillen. Als je in die gele pupillen kijkt, is het net alsof de lentezon over je hele systeem gaat, waardoor je nog meer ontspant en ontspant, nu de rode draak nodig je uit om op zijn rug te komen. Dus je springt op zijn rug, de armen gaan om zijn nek en het voelt veilig. En bij de tel van drie stijgt de draak op door het universum bij één, twee en drie. En hoe hoger je gaat, hoe lichter je wordt in volledige overgave, kijkend om je heen. De rode draak is verbonden met jouw eerste chakra, de eerste chakra. De wortelschakra die jou eraan herinnert dat jij je mag laten zien op deze wereld, dat je bestaansrecht hebt en dat jij één groot creatiewonder bent, wat vanuit niets iets kan creëren, vanuit de gedachte alleen jouw handjes en voetjes in beweging kan zetten. Dus als je contact zou maken met je beste leven, wat zou je dan willen creëren? Wat zou je willen veranderen in je leven? Hoe zat er, zou dat eruit zien als je daar nu contact mee maakt? Zie het helder voor je. Tegelijkertijd zie jezelf in de nieuwe versie al. En verbind je daar al mee. En dan vlieg je met de rode draak naar de oranje zon op de horizon. De kleur oranje is verbonden met je tweede chakra. Deze is verbonden. Uiteindelijk met jouw levensvreugde. Want terwijl je naar dat beeld kijkt wat jij graag wilt manifesteren, nodig ik je uit om het met vreugde, gratie, genot en plezier te doen. Op dat moment mag je dan ook nu een grote glimlach van vrede opzetten bij je buik en voel ook daadwerkelijk dat het impact heeft. Ook is dit centrum verbonden om jezelf emotioneel en de wereld te laten zien. Je kwetsbare ik, je authentieke ik, alles wat met jou verbonden is, zonder schroom, zonder muur, zonder ruis. Durf die verbinding al aan te gaan, verbind je buik dan ook al nu met dat beeld. En dan vlieg je samen met je rode draak over een geel prachtig. Zonnebloemenveld. Geel is verbonden met je derde chakra, je zonnevlecht. Deze chakra herinnert je eraan dat je mag leven in overgave en dat alles moeiteloos gaat. Tegelijkertijd is dit centrum verbonden met de diepste vorm van vertrouwen: dat jij gidsen en engelen om je heen hebt die jou helpen op jouw spirituele pad. Misschien kun je al links, rechts, onder, boven kijken. Ze zijn aanwezig naast je draak. En dat vertrouwen dat je altijd ondersteund wordt en vanuit spiritueel oogpunt gezien wordt, laat je nog meer relaxen en ontspannen. En dan verandert de kleur geel in een mooi, prachtig, groen, magisch bos. Groen is verbonden met je hart. Hier zit je vuur, je passie. En als je kijkt naar het beeld wat jij wilt gaan creëren in jouw toekomst, verbind nu de liefde met dat beeld. Jouw motivatie met dat beeld. Jouw zielsverlangen. Voel. Verbind. En laat je hart stromen. Laat het stromen naar de liefde naar jezelf. De liefde naar je dierbare. Maar ook naar liefde sturen naar diegene die je niet zo graag mag. Liefde naar de natuur, naar de dieren, naar alle mensen en naar onze prachtige planeet. Zodat er nu een veld van liefde en golfbewegingen in en om je heen zijn. En dan vlieg je door de prachtige, mooie, blauwe lucht met de rode draak. Blauw is verbonden met je keelchakra en herinnert je eraan om jouw authentieke boodschap aan de wereld te delen. Diep van binnen weet je allang dat jij speciaal bent en een speciale boodschap hebt voor de wereld, die de wereld mooier, prachtiger en beter maakt. Ik weet ook dat je je soms tegenhoudt en je keel dichtslaat. Vanaf nu, elke keer als je blauw ziet, herinnert het je eraan om jouw krachtige keel en stem. Op te zetten en je boodschap een liefde te geven. Dan vlieg je samen vanuit de blauwe lucht door een ultraviolette licht. Je derde oog wordt nu geactiveerd. Het is alsof je intuned in welke richting je gaat, want we gaan dadelijk naar de kwantum zelf toe. Naar de parallele tijdslijn. En hoe meer je door de ultraviolette mist zweeft, des te meer komen er al beelden van de toekomst binnen. Alle mogelijke scenario's. Je hoeft alleen maar te kiezen. Je hoeft er alleen maar in te stappen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Op dat moment dat je derde oog open gaat, tune het in. En op een gegeven moment vlieg je richting de prachtige, mooie, gouden zon. Deze kleur goud verbindt zich nu met je kruinchakra. Je kruin gaat open en het goud verspreidt zich met de snelheid van het licht door je hele systeem. Op deze manier merk je dat je vibratiegetal verhoogd wordt en dat er al een aantrekkingskracht is naar de beste versie van jezelf. En door het goud heen verschijnt er bij de tel van drie een portaal waar je met de snelheid van het licht doorheen gaat bij één. Twee en drie. Door het portaal zweef je nu in de oneindige zon en verschijnt er een nieuw portaal, die dadelijk toegang geeft tot jouw parallele tijdslijn. Bij één, twee en drie. Samen met de draak, met de snelheid van het licht. Ga je er doorheen en kom je aan. Zweef je, zie je, ervaar je het leven van de beste versie van jezelf. Die verbonden is met de bron van al het bestaan. Met de draak daal je in naar de oppervlakte. En je kijkt hoe leeft deze beste versie van jezelf, die verbonden is met de licht, met de goddelijke essentie. Wat zie je? Wat neem je waar? En ook al zie je niks, weet dan. Dat je derde oog intuïtief kan waarnemen, omdat je het weet. Tegelijkertijd, bij de tel van drie, zal jouw kwantum zelf direct verschijnen bij één, twee en drie. Je kwantum zelf komt nu naar je toe. Je wordt liefdevol ontvangen. En direct merk je dat jullie een verbindenis met elkaar hebben. Het is alsof je een tweelingziel ontmoet. Je verbindt je nu van hart tot hart. Ook. Verbind je je van derde oog tot derde oog. En het lijkt net omdat je daarmee verbonden bent, dat je dichter en dichter bij elkaar komt. En dadelijk bij de tel van drie. Smelt je helemaal samen en word je één met je kwantum zelf bij één, twee en drie. Je zit nu in het lichaam van je kwantum zelf en je kijkt uit zijn of haar ogen. En direct voel je het verschil. Hoe je kwantum zelf zich voelt. De basis van de positieve emoties. Ook voel je de energie van de eerste chakra, de kleur rood. De tweede chakra, de kleur oranje. De derde chakra, de kleur geel. Vier, groen, je hart, vanuit je kwantum zelf. Je keelchakra, je derde oog en je kruin. Al deze vibraties zijn verbonden met het veld. Je merkt dat je kwantum zelf helemaal open staat. En rechtstreeks vanuit de bron van het bestaan komt er nu een lichtstraal binnen via de kruin. En op dat moment krijg jij een boodschap. Laat die boodschap binnenkomen. Het zegt iets over jouw goddelijkheid, jouw innerlijke wijsheid. Laat het toe. Ervaar het. Precies op de juiste manier. Heel goed. En terwijl je dit allemaal toelaat, ga ik jouw onderbewustzijn vragen om alle frequenties, positieve overtuigingen, Emoties te downloaden van je kwantum zelf, zodat we deze frequenties straks mee kunnen terugnemen naar je eigen lichaam. Bij de tel van drie zal het gebeuren bij 1, 2 en 3. Download, download, download onder bewustzijn. Alle kennis, wijsheid, informatie en frequenties. Heel goed. Heel goed. Dankjewel. 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 Dan mag je nu weer uit je kwantum zelf gaan. En kijk je kwantum zelf nog eens een keer goed aan. En je kwantum zelf heeft een cadeautje voor je. Het is een symbool. Een symbool wat je nu kunt vastpakken, kunt zien, kunt waarnemen. En de energie van dit symbool doet jou eraan herinneren. Dat jij de keuzes maakt vanuit jouw innerlijke wijsheid. Dit symbool sla je nu op in jezelf, zodat elke keer als je dit symbool ziet, hoort of voelt, binnen of buiten, je direct de activatie voelt. Je bedankt je kwantum zelf en je weet dat je vanaf nu eeuwig verbonden bent door de tijd en de ruimte. Wanneer je tips en adviezen wilt hebben van je kwantum zelf over keuzes, hoef je alleen maar te verbinden. Je neemt afscheid op je ijvige manier. En dan wordt je weer uitgenodigd om op de draak plaats te nemen. De draak stijgt op en vliegt hoger en hoger richting het eerste portaal. Bij de tel van drie ga je met de snelheid van het licht door de rij bij één, twee en drie. En nu zweef je door de interdimensionale zone van geen tijd en geen ruimte. en verschijnt het nieuwe portaal bij 1 2 en 3 met de snelheid van het licht ga je doorheen. En op een gegeven moment ben je weer op je huidige tijdzone. En voel je nu de frequenties van het goud omdat je open staat. Laat het goud helemaal door je heen gaan. Elke ademteug, elke hartslag, de hoogste frequenties. En vanuit het goud vlieg je door de ultraviolette mist, en nu zie je nog duidelijker jouw toekomstbeelden, wanneer jij je verbindt met jouw essentie, wat jouw potentieel is, je meesterschap en je talent, en wat jij gaat neerzetten, zodat je bij blauw. Ook expressie geeft om op deze manier te gaan communiceren. Want jouw communicatie, jouw stem is een echo in het veld. Alles wat je uitzendt, krijg je terug. Dus weerhoud de wereld niet van jouw mooie, prachtige, goddelijke boodschap. Om dan naar groen te gaan, je hart. Verbind nu je hart met je toekomstbeelden van datgene wat jij wilt gaan creëren. Voel ook daadwerkelijk die. Elektrische, magnetische werking. En dan naar geel, overgave, moeiteloosheid. Nu heb je het vertrouwen dat je verbonden bent en verder niks meer hoeft te doen. Het zal vanzelf gebeuren. Het enige wat je hoeft te doen, is het commitment in jezelf maken. Om hiervoor te gaan voor je nieuwe versie. Voor jouw essentie. Om oranje. De glimlach groter en groter te maken in je buik. En je vanuit je buik het fundament en de stevigheid te voelen. En nu te verbinden met jouw omgeving, jouw wereld. En dan rood, voel je voeten op de grond, de connectie met de aarde. En nu, bij de tel van drie, zit je weer helemaal in je lichaam. Bij één, twee en drie in je lichaam. En ga ik jouw onderbewustzijn vragen om alle frequenties te activeren die we net hebben gedownload. En terwijl dit gebeurt, zul jij merken dat er een holografische representatie van de nieuwe jij in het centrum van jouw brein ontstaat. 1, 2, 3. Voel. Dat de informatie, de kennis, de wijsheid en de frequenties nu door je hele systeem gaan. In je brein bouwt zich de holografische representatie van de nieuwe jij. Die zich verbindt met je reptiele brein, emotionele brein, neocortex. En uiteindelijk met je hele ruggengraad autonome zenuwstelsel. En dat deze informatie nu naar je cellen gaan, waar het licht, witte licht nog steeds actief is en nu deze cel nog sneller en krachtiger gaan vibreren als een expressie van licht en liefde. Voel het, ervaar het, ben het. Heel goed. Terwijl je dit diep in je onderbewustzijn laat verankeren, zonder dat je weet hoeft te hebben wat er precies gebeurd is. Dus vraag ik jou onderbewustzijn. Om al deze frequenties nog verder uit te pakken, zodat er synchroniciteit ontstaat voor het beste leven, de beste versie voor de persoon. Terwijl je onderbewustzijn enkel die suggesties accepteert die goed voor je zijn, zal ik optellen van 1 tot en met 10. En met 10 mag je je ogen openen. 1, 2, 3. 4, 5, halverwege. 6, je hart is open. 7, je derde oog is open. 8, je kruin is verbonden met de bron van al het bestaan. 9 en 10, open je ogen, kom rustig terug naar het hier en het nu. Wauw, Milan. Dat was heel Is... fijn. Als je even moet aarden, misschien even uitrekken. Goed stretchen. Dat je het hier in u bent en straks als we klaar zijn: flink water drinken. En nog even de microfoon, alsjeblieft, op uh, mute hebben. Oké. Okay. Nou, mensen even laten bijkomen. Sommige mensen hadden wat moeite met, uh, met het geluid. Ik hoop dat de meeste mensen het in ieder geval wel hebben uh, meegekregen. Anders zou je ook nog altijd de replay kunnen uh, zien. Die krijg je straks uh, toegestuurd. En uh, Janos, een van de uh, redenen waarom di wij dit doen en ook waarom we dit uh, zo vaak doen is dat wij, nou, ik zou bijna zeggen, de hele wereld kennis willen laten maken, is dat er veel meer mogelijk is dan uh, hoe we geconditioneerd en geprogrammeerd zijn. En het is mijn missie in mijn leven om mensen echt de onvoorwaardelijke vriendschap met zichzelf te laten sluiten, want dan creëren we een mooiere wereld, niet alleen maar voor onszelf, maar ook alle generaties die daarna komen. En zoals het gezegd is, het begint altijd bij jezelf. Wat heel mooi is, vind ik zelf, daarom, daarom vind ik het zo fijn met jou, is dat het is heel simpel is. Mm. Vaker denken we, en dat dacht ik in het begin ook toen ik op het spirituele pad kwam en ook met mezelf aan de slag wilde, dat ik moest vroeten graven en maar moest herbeleven. En met deze techniek en vooral deze combinatie, uh, dat krijgen we ook veel terug. Ja, de herhaling is de kracht, dus doe het een aantal keren. Daarom krijg je ook ja. straks de opname. Want in de herhaling zit het. Want programma's komen ook vaak herha door herhaling worden die aangemaakt. Dat dit een hele simpele methode is. Je hoeft er niets voor te leren. Je kunt het uh, lekker bij gaan liggen. Je kunt erbij zitten wat je wil. En je alleen maar over te geven. Dus uh, als maar je intentie daar is, daar gaat het om. En meer hoef je niet te doen. Ja. En ik hou van simpel. En uh, ja, dit is eigenlijk een hele simpele methode die uh, veel oplevert. Ja. Ja, en daarom, mensen, uh, willen wij jullie iets geven vanuit ons hart. Uh, dus wat we willen doen is, we willen jullie twee uh, quantum activatie jumps uh, gratis geven. Ter waarde van 24,95. Eentje gaat over meesterschap, over je angsten. Eentje gaat over je roeping, dus je soul uh, purpose. Uh, en wat wij echt graag willen is dat we dit verspreiden in de wereld. Dus zodra je uh, we bieden je die twee gratis jumps aan, het enige wat we je verzoeken om te doen is bijvoorbeeld van goh na te denken welke vriend, vriendin, collega, iemand die moeite heeft, die het nodig heeft. Momenteel die hier baat zou bij kunnen hebben om het met deze persoon te delen. En als jij het met die persoon deelt, gewoon onder de aandacht brengen, krijg je van ons die twee gratis uh, jumps cadeau. Dus, uh, het verzoek zou zijn van: god, denk en nu eens aan iemand. Aan wie zou je deze quantum activatie jumps willen, willen geven? En dan uh, nou ja, krijg je van ons, ik zal heel even het scherm uh, delen. Dan krijg je van ons. Uh, deze twee jumps. En het, enige wat je hoeft te doen, het enige wat je hoeft te doen is deze QR-code te scannen eh, met je mobiel. Eh, ik zal hem ook laten staan. En dan krijg je dus twee quantum activatie jumps voor 24,95. Mocht je nu eh, kijken op je mobiel, eh, dan over een uur of zo krijg je de replay in je mailbox. Daar staat ook nog een keer de link waarmee je kunt delen. En zodra je dus deelt, krijg je deze twee prachtige activaties van ons. En uh, ik weet zeker dat deze een bijdrage gaan leveren in jouw leven, maar ook aan uh, een verspreiding van ja, liefde. En hier ligt ook uh, onze passie, hè, Milan. Wij willen, jij hebt dezelfde droom als ik, en dat is dat we een klein, uh, ja, klein steentje mogen bijdragen aan een mooier wereld. En ja. dan willen we delen en uitwisselen. Ja. En uh, niet iedereen heeft een mobiel misschien. Misschien ook, uh, kunnen we de link uh, laten delen. Ja, de, de link komt dan dadelijk in de, in de mail. Ja. Uh, en je hoeft geen QR-scanner te hebben. Je kunt gewoon met foto, uh, met je app foto, kun je er naartoe. En dan herkent de foto hem automatisch. En dan hoef je maar op het knopje te uh, drukken. Ja. Dus, en hey, uh, voor de mensen die ook, want we gaan het natuurlijk vaker doen. Ik zie een paar berichten van de chat leidt af. Ja, de chat kun je gewoon uitzetten. Dus je hoeft de chat niet aan te hebben staan als dat je afleidt. En uh, Milan, ik vond het weer genieten. Ik vind het uh, zo gaaf om dit met elkaar te combineren. Waardoor, uh, en dat hoor ik ook terug. We krijgen natuurlijk heel veel reacties, want we hebben dit eerder gedaan een paar keer. Wat het in beweging zet. Ja. En uh, ik, ik zeg wel eens normaal moet je de uren voor mediteren om in deze staat te komen. En met een quantum activatie jump ja, ben je gelijk daar in het veld waar je wilt zijn. Ja. Maar nogmaals, dat wil ik wel, wel toelichten, is de intentie is belangrijk. Dus als je niet wilt en je denkt gewoon, de quantum jump activatie gaat uh, het wel voor me oplossen, zo werkt het niet. Het is een routeplanner, zo zeg ik het maar even. Ja. Het uh, brengt je versneld daar als je er ook wilt zijn. Ja. Mensen vragen of ik nog een keer wil uitleggen hoe je het met de uh, QR-code kunt doen als je geen app hebt. Het enige wat je hoeft te doen is uh, naar je foto-app te gaan. Of je nou iPhone hebt of uh, Samsung dus of een Android-telefoon. Je gaat naar uh, je foto-app toe, je eigen foto-app. Houd... Waar je foto's mee maakt. Ja, waar je foto's mee maakt. Die hou je. Uh, uh, dan zie je de QR-code op je telefoon. Als het goed is, verschijnt er dan automatisch een klein buttentje: QR-code scannen. En dan doet hij het uh, automatisch. Uh, en anders, uh, wacht even een half uur. Ik zal de replay ga ik zo meteen ga ik, uh, in Vimeo zetten. Dan zet ik hem in de mail. En dan verstuur ik uh, de mail naar jullie toe. En dan heb je de replay. En ook de link. En op, via die link kom je ook bij de deelactie. En je mag het met zoveel mogelijk mensen delen. Het is wel een, uh, hoe heet dat? We hebben er maar duizend ter beschikking gesteld. Dus uh, doe je voordeel ermee. Mooi. En niet te snel opstaan. Drink goed water. Want als we activaties en ook quantum activatie jumps doen... komt er ook energie vrij wat weg wil. Dus dat kunnen aangeleerde, opgeslagen frequenties zijn. Dus daarom zeg ik altijd voor de zekerheid... drink veel water als je dit gedaan hebt. Yes. Um, ik zie nadelen in kortingscodes. Dus goed, dus zou die automatisch moeten uh, verschijnen. Mocht dat niet het geval zijn, stuur me dan altijd gewoon even een mailtje. Dan kan ik hem je nog zo toezenden, uh, uh, Dus dat kan ook. Ja, um, uh, voor reacties ook, Milan. Mensen zaten echt in een andere wereld. Ja. Rustig bijkomen. Uh, mooi. Hmm. Ik zal even kijken, geen kortingscode. Wat ik even zal doen, ik zal. Laat mij even denken. Twee seconden doe ik deze even niet delen. Ga ik heel snel even een kortingscode voor jullie oproepen. Dat heb ik zo gedaan. Jans zegt, de orgelmuziek was kippenvel. Ja, in die orgelmuziek zitten 1020 hertz frequenties in verwerkt. Om het even uit te leggen, terwijl Milan bezig is. En 1020 20, megahertz frequentie is exact, resoneert dat met je uh, pijnappelklier. Dus vaak als die frequenties uh, erin verwerkt zitten, die zaten in deze verwerkt, dan gaat uh, je pijnappelklier actief worden. En dat geeft vaak kippenveel of een band rond je hoofd. Even kijken, ik zet nu de code zit nu in, uh, in de chat. De chat. Um, dus die kun je erin zetten. Maar als het goed is, uh, werkt het systeem uh, wel. Makkelijk. En anders straks in de mail. Ja, dus. Uh... Ik vond het heerlijk om uh, dit met zoveel mensen samen te doen. Dat maakt het nog krachtiger, want we zitten natuurlijk met z'n allen in hetzelfde veld. Dat maakt dingen vaak nog sterker. Dat heb ik ook vaak met webinars. Als je met een grote groep in dezelfde frequentie stapt. Zoals vanavond. Hoe magisch is dat. Dan gebeurt er echt iets in het veld. Ja. Nou, heel veel uh, reacties. Uh, nou mooi. Ik zet nog één keer de linker in En dan gaan we afsluiten Janos. Ik wens iedereen een uh, super fijne avond toe. Deel... De fijne pinksteren. Een fijne Pinksteren, ja. En wij ja. gaan, uh, denk ik, wel weer een nieuwe plannen, Janus. Zeker. Dit is, uh, ja. Wij houden van spelen. Ja, dat is goed. <laughs> fijne Pinksteren, allemaal. Dan Dankjewel voor ziens. de verbinding. Ja, tot de volgende keer. Dag, dag. Dag, dag. Ciao.